Ik ben Eik en ik doe de opleiding voor maatschoenmaker. Als ik aankom, dan bespreken we wat we gaan doen op de dag. En de ene keer is het verder met makers hun schoenen. Ik heb ook een paar keer gehad dat ik zelf werk mee kon nemen. En dan kon ik dus eigenlijk schoenen voor mezelf maken. Het is wel handig om dat met je vouwbeentje te doen, hè? Ja, dan krijg je een mooi vlak. Dan krijg je ook die hoek er mooi scherp in. Het maken van een paar schoenen is een heel complex proces. Dus dat kan zijn het maken van patronen, het uitsnijden van leer, het in elkaar stikken van leer, het opspannen op een leest en dan verstevigingsmaterialen erbij aanbrengen, een zolder onder zetten, dat soort zaken allemaal. Ik vind dat het belangrijk is dat ze veel vaardigheden leren die ze op school niet leren. In het bedrijf kom je heel veel dingen tegen die je op school niet krijgt. En ik vind het heel belangrijk dat ze goed voorbereid zijn op de realiteit wat er gaat komen op het moment dat ze wellicht voor hunzelf beginnen. Het leukste wat ik vind, dat is het schuren achter een schuurmachine. En dan maakt het niet uit of het een zool is die je op maat schuurt of een lees die je aanpast. Deze is nu geplakt, dus die kan ik nu gaan schuren. En Eik, hoe vond je stage? Ja, ik vond het hartstikke leuk en ik heb onwijs veel bijgeleerd. Daarmee kan ik verder. Ja, dat vind ik goed om te horen. Belangrijk. Nou, missie geslaagd. Ja, en hoe vond jij het? Ja, je was echt een uitstekende stagiair. Ja, ik kon me geen betere wensen. Altijd gezellig, hè, hier. Ja, toch.